heb weer wat in mijn hoofd. En ik ben al bezig ook, maar mijn telefoon was leeg, dus ik kon niet filmen. Maar ik heb mijn boormachine erbij gepakt. Want ik zit namelijk met een dingetje. Ik zat met een dingetje. Mijn schoenen, net zoals bij Daniel, stonden allemaal gewoon zo. Maar nou heb ik een berichtje al een tijdje geleden gekregen van iemand die zei... Ja, leuk zo'n kast open. Maar spinnen dus. Daar was ik een beetje van dat ik dacht, oh ja. Dus toen dacht ik, ja, die schoenen die staan daar natuurlijk. En ik kan ja, mijn kleding best wel zeg maar, nog uitzoeken en uitkloppen. Maar ja, die spinnen die gaan straks misschien in mijn schoenen. En het is ook nog eens geen gezicht. En er komt stof op. Dus het moest gewoon sowieso anders. Dus wat had ik gekocht? Van al die dingetjes die jullie daar zien zagen staan, daar. Heb ik ook dus een grote gekocht. En die wilde ik dus eigenlijk, een langwerpige... En die wilde ik dus eigenlijk bij de badkamer onder het wasmeubel hebben. Maar die paste niet, die was te breed. Dus toen zei Daniel, oh, nou dan ga je hem zeker niet terugbrengen. Ga je zeker wat anders ermee verzinnen. Dus toen dacht ik, ja, dat klopt, daar heb je helemaal gelijk in. Maar hij paste niet onder de schoenending. Dat was natuurlijk weer te laag. Tenminste, dat hebben wij toen destijds niet gemeten. We hebben gewoon dat gedaan op 30 centimeter ertussen. Maar die kisten die zijn geloof ik 32 of 33, 34, ik weet niet eens. Dus wat heb ik nou gedaan? Daniel zei, joh, laat het gewoon en ga niet al die dingen allemaal verhogen. En, allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar ja, ik doe niet moeilijk, want ik zet gewoon zo'n box eronder. En een plankje ertussen. Voor een beetje ruimte natuurlijk, want als je hem precies oplegt, dan heb je geen ruimte. Dus ik leg dan nog een klein plankje ertussen. Zoals nu, zoals dit. Je ziet hem niet eens. Oh ja, daar zie je hem. Zo. Dat je dus gewoon ruimte hebt. En dan ga ik gewoon even onder liggen. En dan leg ik even mijn waterpasje zo erop. En dan denk ik, kijk eens. Helemaal perfect zo. Nou, prima. Dus dan kan ik straks deze eronder uithalen. Die grote box neerzetten. Mijn schoenen erin doen. En dan zijn ze veilig. Voor alle spinnen en stof. Goed idee, hè? High five. Give a high five. High five. High five. Hey, je luistert toch altijd? Kom hier. Kom zitten. 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 Oh. High five. High five. High five. Nou, dan niet. Dan ga ik snel door. Want Daniel mag het niet zien. Want die wilde niet dat ik dit ging doen. Dus ik ga snel. Want kijk, ja, dit is natuurlijk geen gezicht. Dus die moet ook omhoog. En nou was ik wel zo slim om te kijken of onze ondergoedmandje er nog onder past. Die past er perfect onder. Nou, snel opgelost. Dus snel door. Want anders komt hij straks thuis. En dan zegt hij er misschien wat van. Kijk, en er staat er gewoon zo'n doos. Dat is toch netjes. Dus bij hem ook nog eentje. Dus dan is het mooi opgeruimd. Eén grote schoenendoos. Nou. Is toch wel beter. Ik heb alleen wel weer hier natuurlijk die slippers staan. Het vind ik makkelijk om even te pakken als ik naar buiten ga. Dus, top hè? Ik denk dat ik ze toch in die doos doe, want dit is geen gezicht. Dit verpest het dan weer. Nou, toch maar in die doos doen. En dan snel Daniels kant doen. Nou, zo is het weer even een beetje netjes hè? Dus één doos bij Daniel. Kan ook twee, maar ik wist niet of je dat wilde, dus... Ik dacht even overleggen. Doos. En dan alles weer netjes. Ook weer alles even netjes opgevouwen. Hier nog even de boel opruimen. En dan kunnen we weer door naar de rest. Alles ingepakt. Terug op de stoel. Zitten. Lekkere leren broek aan. Kraag aan alle kanten. Maar wij gaan onderweg naar... Alkmaar, want het is vandaag de verjaardag van oma Polian. Dus
wij gaan... Oh, ik krijg dat ding die kant op. En ik had natuurlijk alweer een ander truitje aan. Veel te warm truitje. Maar die heb ik toch maar eventjes verwisseld. Voor een met korte mouwen. Dat ik die eventueel nog uit kan doen. Want op een of andere manier denk ik elke keer dat het winter is. Maar het is uiteindelijk toch best wel warm. Nou, we gaan rijden. Er was nog een stukje te gaan. Ik heb ook mijn nagels laten doen. Zien die er even wat netter uit. Want jullie hebben dat misschien wel gezien tijdens het wassen van Wappo. Het was geen gezicht. En er zat niks meer op. Dus nou is het weer netjes. Nou, we staan uit de auto met de cadeautjes. En Wappo, dat is al een hele onrustig. Want hij trekt. En dan moet ik alles vasthouden met één hand. Hé, hey, doe eens rustig. Ik moet hem natuurlijk wel kort houden. Want anders trekt hij straks de hele boel uit elkaar. Oh, mag ik dat ding weer onder mijn oksel vandaan? Wappo, doe eens rustig. Rustig. En Lies die komt er zo aan. Wacht even hoor. Op die prullenbak. Kom eens hier. Dit gaat allemaal niet. Dan moet ik het maar even zo. Kijk. Wappo, kom nou eens. Zo, dan moet ik in ieder geval maar even in mijn tas doen. Gelijk niet onder mijn arm vandaan. Maar die is er bijna. Dus ik loop wel alvast naar binnen. Hou eens op. Want ze zitten als het goed is al in de... Kom, deze kant. Oeh, in de eetzaal. In de brasserie. Kom. Ga je mee? Rustig. Doe maar even iets korter nog. Zo. Dan rent hij niet straks door het hele ding heen. Die zijn mooi hijgen. Even wachten denk ik op de deur. Gaat hij nog automatisch? Oh ja, hij gaat denk ik open als die andere sluit. Of niet? Zitten we nou opgesloten? Nou, waarom doet hij het nou niet? Hallo. Nou, even kijken waar ze zijn. De brasserie. Oh, kijk nou wat leuk. Polian. Hartelijk gefeliciteerd. Nee, andere deur. Oh, jij bent ook veel in mijn... Hallo. Even maar. Lukt dat? Hallo, ja, dat lukt. Gefeliciteerd. Dank je wel. Het ziet er dankjewel mooi uit. Nou, dan hebben we toch ook nog een cadeautje meegenomen. Kijk, 88 is niet zomaar wat. Ja, die moeten er ook nog even lopen. Alsjeblieft, nou, dank mevrouw. Dankjewel. Moet ik het... Al lekker verwend? Dan? Nee, doen we zo als, als Lies er is. Ja, ben je al lekker verwend? Ja, aan alle kanten al. Ja, ja. En Misha is er. Wat gezellig. En dat is Fika, dat is zijn mama. Ja. En Lida is er. En mijn zuster is er uit Dronten al gekomen. Dus er zijn... Nou. En mijn dochter is er. Met een man. Leuk. En alleen nog even wachten op Lies. En die komt er ook aan. Wachten op Lies. Die komt er ook aan. Ja. Ronde familie. Met de hond. Oh, jezus, Wap. Ik heb een mand er mee. Ja, handig. Alle honden mee. Ja, alle honden mee, ja. Beestenboel. Ja, hoe willen jullie het? Rustig, Wap. Hallo. Wat denk je allemaal? Ook die snuffel. Ja, jij vindt die snuffels helemaal niks. Ik heb het. Nee. Nou, dan gaan we eens even kijken bij de gezellige medebewoners. Want daar ben je normaal gesproken, doet ze altijd koffie drinken. Om 10 uur 's ochtends met z'n allen. Maar ja, nu zijn wij er natuurlijk. Ja, dat is een nieuwe missie. Een nieuwe missie. Jongelui. Dus nou zijn... Demi, die wil dat graag even vloggen. En ook voor hem. Hij komt uit de Oekraïne. Oké. En dat is zijn moedertje. Dat is Fika, waar ik jullie ook wel vaak over verteld heb. Maar we willen nog één keer dat verjaardagslied zingen. Van Hip Hip Hoera. Met z'n allen. Dank u wel. Oké. Met z'n allen. 3. Nou. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria.
keer, hè? Nou, wat lief. En zij spreekt vloeiend Nederlands. Dat mag jullie eigenlijk wel verklappen, hoor. Want ze hebben samen gereden perfect. Dat heb jij geleerd? Nee, ik heb er heel veel geleerd. Dan komen we eens op tafel doen. Nederlands. En ze werkt ook in de thuiszorg, hè? Nu heb je vakantie. Nou, lekker dan. Nou, je bent goed verwend. Tuurlijk, gaat u maar. Nou, heel leuk, hè, dat zingen. Kunnen ze toch wel allemaal, hè? Heb ik allemaal opgenomen. Prima. We kunnen weer door naar de taart. Doei. We zitten gezellig, hoor. Wow. Gaat het goed met de hondjes? Het gaat heel goed met de hondjes. Jullie zitten hier lekker op schoot. Wapo zit in de mand. Die ziet alles in de gaten houden. Zit ik te knuffelen. Dat hij een beetje stil blijft. Had je de ballonnen er al op? Ja, 88. Wat een leeftijd, hè. Dat is niet normaal, hè. Moeten wij nog eens niet. Als jij 88 wordt, dan ben ik er niet meer, hoor. Nee. Nou ja, je weet het niet, hè. Nee. 88. Dan gaan we niet eens, schat. Nou ja, wie weet. Zeg nooit. Een nieuwe pil uitgeven. Zeg nooit, nooit. Maar nu heb ik al 2 dagen gezellig gaan doen. Maar het was morgen wel een flink ritje vanuit Nijmegen naar Alkmaar. 2 uur? Ja, iets minder. Ja. Dus maar 25 minuten. Ik ben toch achter, hoor. Ik zit daar even in de... Steek je af en toe een projectje bij mij uit. Dan kan je 2 jaar voor je voordelen. Ja. Nou ja, we gaan dus Wapo bij jou, Luna bij mij. Ja. Zo. Nee, jij blijft ook in de mand. En straks gaan we naar boven. Hé, hey, maar even wat anders, hè? Ja, we zijn weer volledig in. Is dit bedrijfskleding? Ik denk het. Het is onze favoriete kleur, denk ik. Ja, dat wisten we helemaal niet. Nou, dat hebben jullie gewoon. Nee hoor, helemaal niet. Nee, echt niet. Nee, hadden we vorige keer ook. Dat we die taart weg gingen brengen, hadden we ook. Alleen jij had lange, ik had lange mouwen, jij korte mouwen of zoiets. Maar is echt, ja, ik heb het eigenlijk wel. Ja. Ook. Ik ben ook in het zwart. Ja. Je mist alleen nog een beige jasje, dan was je ook in het. En Tess, die heeft beige, ook een beige met zwart. Hans heeft zwart. Corrie is fleurig. Ja. Je moeder, Lido. Ook. Ja. Allemaal fleurig. Ja, Lido ziet er altijd uit. Kleine Radke. Ja. Kleine Radke heeft ook zijn zwarte duimpje aan. De Raffi ligt tenminste gezellig rustig naast. Ik ga naar de salon. Raffi denkt, hou die honden maar daar. Hoeven niet weg met die honden. Ja, je merkt, hij trilt als ik weet niet wat aan het doen. Ja, hij denkt, laat ze maar lekker Luna daar had hem nog niet gezien. Die zit nu in één keer te kijken. Nee. Verrekt, er zit ook een hond. Die had ik nog helemaal niet gezien. Nee, hij had hem wel gezien. Ja? Want ja, hij was helemaal bij hem aan het ruiken. Zo. Ah, oké. En straks gaan we naar boven. Ja. En dan gaan we weer verder. Zal ik nog even vleeswaren halen? Even aan mijn verplichting te doen. Kan ik even bij... Ze hebben hier een winkelslager. Tess. Dat is weer een oude bekende van mij. Slager. Van wie dan? Van Peter Groot. Peter Groot? Ja, daar ben ik mee op vakantie geweest met Arie. Nou, zo hebben we nog heel veel verhalen. We gaan even kletsen. Nou, kijk eens even. Wat een lunch. Verse groentesoep, olijvenbrood, broodjes. Broodje half om. Heerlijk. Kijk eens. Van alles. Dipjes. Pesto. Aioli. Nou, lekker hoor. Lekkere verse broodjes. De hondjes die zouden hier moeten liggen, maar die zijn weer hier. Ze zijn net even wezen wandelen. Dus het is nu tijd. Dus het is nu tijd om even lekker te lunchen. Ja. Eet smakelijk allemaal. Eet smakelijk. Nou, proost allemaal. Nog 88 jaar. Of nog een keer 88 jaar. Proost. Proost. Wat is dat dan? Nou, niet enthousiast, hè? Het gaat steeds zachter, er wordt helemaal uitgedoofd. Jij krijgt geen wijn. Nee, jij lust geen wijn, Loen. Nou, hij zit weer in de auto. We hebben iedereen gedag gezegd. Ja.
Kijk deze nou even zitten. Prinses op de ert zit wel vast, hè? Ja, ze zit vast. Met een gordel om. Ze kan er niet uit, dus ze zit ook wel prima daar, denk ik. Ja. Ze wil mee naar huis. Ga nog eens kijken. Ga kijken. Ga mooi zitten. Ga mooi zitten als een dame. Kan ze alles zien? Truus, geluk. Hé, hey, maar vond deze vlog nou leuk? Van de verjaardag van nog even oma. Opnieuw, je was zo snel, ja? Vonden jullie deze vlog nou leuk? Van de verjaardag van oma Polly? Doe dan even een duimpje omhoog natuurlijk. En vergeet niet te abonneren. En dan zien jullie later weer bij de... Oh, ja, reageren. En reageren. Feliciteer er even leuk. Doe, stuur allemaal hartjes en feesthoedjes. Dat vindt ze hartstikke leuk. And we love you all. En we zien jullie snel. En als oma Ans eindelijk een mooi plekje hebt, vergeet dan niet. Dan gaan we naar Paloppos. Ja, dan is het tijd. Dan kunnen jullie gaan. Dan mogen jullie maar mee. Tot die tijd wil je natuurlijk gewoon even in Nederland blijven. Even kijken hoe het gaat. En hoe... Het gaat super met haar, hè? Ja. Ja, het gaat echt heel goed. Je ziet zo... Hou even op, joh! En nogmaals, hartstikke bedankt voor alle kaarten, alle liefdeswens, alle steun en dergelijke. Dat vonden we echt super leuk. Waardeert je enorm. Ja, het is helemaal overweldigend. Luna! Luna! Zo, dat is net een vogel af en toe met een gechilp. Hou op! Dus, dan rijden jullie gewoon met ons mee naar Paloppos. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Toedels!